Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door wereldstudiefonds.nl. Vind je het erg dat ik je nu voor het blok zet? Nee, helemaal niet. Anders hoeft het niet. Nee, hoor, echt niet. I just lay back and let the big beat lead me. I never work a day in my life. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. Welkom bij wederom een aflevering van Klip en Klaar. Naast mij staat naar de wereldberoemde inmiddels Jan Smit. En ik vind het een hele grote eer dat hij bij mij in Klip en Klaar zit. Althans, hij zit er niet echt in, maar hij zit in de aflevering van Movie Park Germany. Daar gaat deze aflevering. Deze hier een Hollandse dag in Movie Park Germany. Dat is op zich al bijzonder, ja. Jij hebt zowel contacten met de Nederlandse tak als met de Duitse tak. Dat klopt, maar voor zover ik weet zijn hier geen Duitsers. Alleen maar Nederlandse? Ja. Dus een soort kleine Nederlandse Jan Smit kolonie in Duitsland. En Monique. En Monique Smit ook. En jij natuurlijk. En ik mag ook nog een liedje zingen daar, dus kortom, het wordt één groot feest. Het is echt heel leuk, nu al. Nu al leuk. Het moet nog beginnen. Wil jij zeggen dat ze heel veel plezier kunnen hebben met het programma Klip en Klaar? Ja, natuurlijk. Lieve mensen, maar dat weten ze natuurlijk al lang. Met Klip en Klaar heb je altijd veel plezier, lol. Van alles te beleven en natuurlijk met Erik. Wat wil je nog meer? Wat willen mensen nog meer? Dat ben je me genaamd te spreken. Jan, bedankt. Graag gedaan. Goeie reis, want je moet wel optreden. Ik ga nog verder. Doe voorzichtig, Rasje. En doe het goed aan Monique. En succes. Dankjewel. Leuke man. Zo leuk, zo gewoon gebleven. Ik ben fan. Super fan. I never worked a day in my life. Gotta get dip, 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 dip. Boom, boom, boom. Gotta get 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 dip. Boom, boom, boom. That boom, boom, boom. That boom, boom, boom. Boom, boom. Yo, I got that hit to beat the block. Mijn naam is Wouter Dekkers. Ik ben general manager van Movie Park in Bottrop Kerkrade en heb de grote eer om met het hele team elke dag een superfeest te maken voor onze bezoekers. Voor een gezin is echt super. We hebben de laatste jaren enorm veel geïnvesteerd om weer de familie terug te krijgen in het park. En we hebben een groot Nickelodeon-land, Nickland noemen we dat. Waar ook SpongeBob, Dora, Diego, Patrick, Jimmy Neutron, alle bekende mensen van Nick TV in Duitsland en in Nederland. Ja, die kun je zelf aanraken. We hebben ontzettend leuke attracties omheen gethematiseerd. En ik heb eigenlijk de indruk als mensen met familie hier zijn, dat ze zich alleen nog maar in Nickland begeven. Dat is eigenlijk jammer, want we hebben aan de andere kant van het park hebben we nog zoveel meer. Er zijn ook wat echt stoere attracties, achtbanen, houten achtbaan, de suspending looping coaster, zoals we die in de vaktermen noemen, waar je onderhangt met de benen. Dus eigenlijk zo ontzettend veel in het park te beleven dat mensen vaak denken, hey, alleen Nickland en dan nog opeens een ander deel hebben. Ja, we hebben vandaag de European Fan Day. Dat houdt in dat er dus echt een hele fangemeenschap die echt helemaal gek zijn van themaparken. Met name ook veel de achtbanen erbij. En die hebben nu hun jaarlijkse bijeenkomst bij ons in het park. Dat doen ze al meerdere jaren. En dan zijn er bijna 500 fans, freaks, mag ik van ze zeggen, op achtbanengebied die bij ons een hele dag lekker komen vieren. Nou, onze grootste bezoekersaantallen komen natuurlijk vanuit Duitsland. Hè. Dat is dichtstbij in het Ruhrgebied hier. Maar de laatste jaren hebben wij een dusdanige stijging gezien vanuit Nederland. We bijna nu 25% Nederlanders in het park hebben. En sinds dit jaar zien we ook een ontzettende stijging vanuit België in het park. Nou, vandaag hebben we een Hollandse dag in het park. We hebben zo dadelijk een optreden van Jan en Monique Smit. Nadat ze lekker het publiek opgewarmd is door DJ Erik Dikheb erbij. En we hebben met Veronica een lezersevenement georganiseerd. Waarbij bijna 2500 mensen in het park zijn om naar het concert van Jan Smit te kijken. Inmiddels sta ik hier in de rij om naar binnen te mogen bij het grote concert van Monique Smit en Jan Smit. Met dan in het voorprogramma Ik dan als onverlaten. We gaan even peilen hoe de stemming is onder de mensen die naar binnen gaan. Hoe is de stemming, meneer, tot nu toe? Is prima. Slecht weer, maar maakt me geen bal uit. Het is mooi. Je hebt het naar je zin? Ja, precies. Ja. Heb je zin in het concert ook zo? Ja, natuurlijk. Ga je hard meezingen? Ja, altijd. Wat is je favoriete liedje? Als de morgen is gekomen. Dat vind ik een prachtig nummer. Tot zo, hè? Komen jullie ook voor het concert ook? Ja, we komen voor het concert. Komen jullie voor Monique of voor Jan? Ik voor Monique, zij voor Jan, denk ik. Ja, kom jij meer voor Jan dan voor Monique? Ik kom meer voor Jan dan voor Monique. En jij komt echt meer voor Monique dan voor Jan? Ja. Oh, wat leuk. Ik wil even vragen voor wie jullie allemaal gekomen zijn vandaag. Voor Jan Smit. Voor Jan Smit? Smit en voor dit park. Voor het park ook nog, ja. Wat vinden jullie de leukste attractie hier in het park? Die ik zo eng vond. Oh, dat is die vulkaan. Met dat bootje. Oh, vond je die eng, ja? Dat is de vulkaan van Dora, toch? Maar jij bent er wel in geweest, dus uiteindelijk. Ja. Vind ik heel knap van je. Ik hoop dat jullie heel veel plezier hebben met het concert zo. Ja? Hallo, ik ben Erik Dikheb. Jij komt zo voor jullie zingen.
Ik ben van het briljante liedje De Pizza Hut. Gezellig. Sorry nog daarvoor. Echt wel hoor, hartstikke goed. Veel plezier zo. Tot zo. Ja, volgens mij is het tijd om te gaan om te beginnen met het voorprogramma. Dus ik ga aan de slag. Ik ga een paar liedjes zingen. Tot zo. Ga met je schaal staan. Met je schaal staan. Zet allemaal je handen over de lucht. En iedereen staat. Handen over de lucht. En maak een dakje boven jou. Put je hands up. 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 Maak een dakje boven jou. Lekker pizza. Lekker pizza. Geef je een hartje in de pizza. Lekker pizza. Lekker pizza. Volgens de cameraman Mark, waar ik dit programma mee maak, zit ik regelmatig voor paal. Zo ook, nu in dit geval. Zo direct nog meer optredens, maar we gaan eerst even terug het park in. Waar zijn jullie in geweest? In een attractie. Ja, dat klopt. Hij heette de Avatar. Ja, zo ja, Avatar, ja. Ja. Hoe ging het in zijn werk? Dat ging dicht en toen gingen we naar boven, gingen we draaien in de lucht. En toen ging hij een beetje schuin. Toen gingen we ook draaien in de lucht. Toen ging hij weer schuin. Toen gingen we weer draaien in de lucht. En toen gingen we naar beneden, langzaam gingen we draaien. Toen waren we klaar. Was het niet onwijs eng? Nee, niet echt. Het was best wel kort, maar het was wel leuk. Vertel eens, eerste keer Movie Park Germany? Ja. En hoe is het tot nu toe bevallen? Kom even gezellig bij me staan, ik bijt niet. Hoe is het bevallen tot nu toe? Heel leuk. Wat vond je het leukste tot nu toe? Hier, SpongeBob. SpongeBob, de achtbaan? Ja. Een vaste bezoekers gewoon? Absoluut, ja. Waarom? Blijf eindeloos boeiend. Ben je al in de MP-express geweest? Dat is... Ja. Wat is dat? Ja. Oh, die van Jezus. Ja. Dus wel, ligt niet. Ja. Is te gek, hè? Ja, kicken. Ja. Gaaf. Ja, ik ben ook echt een rollercoaster-liefhebber, dus ik weet wat je voelt en wat je bedoelt. Nou, inmiddels heb ik heel veel mensen hier in de Movie Park Germany gesproken en eigenlijk is iedereen lyrisch over de MP-express. Dat is de achtbaan hier achter mij. Nou, ik als echte achtbaanliefhebber moet die even gaan proberen. Het is de eerste keer dat ik erin ben geweest, maar ik vond het echt leuk. Wat vond je het spannendste stukje? Dat je daar waar je dubbele schroef, waar de twee achter elkaar komen. Op de kant over zijn kop zich gaat. Ja. Ja, gaaf. En jij, wat vond jij het spannendste stukje? Ik ben er niet in geweest. Durfde je niet? Nee. Maar ik durfde wel, ik ben er wel in geweest. Het was echt super, echt helemaal te gek. I never worked a day in my life.